In deze video zal ik uitleggen hoe je logaritmische vergelijkingen kan oplossen. En dat ga ik doen aan de hand van vijf voorbeeldjes die steeds moeilijker worden. Nou, ik ga ervan uit dat je de rekenregels voor logaritmes kent, dus dat zijn de regels die in het kadertje staan. Nou, de eerste vergelijking is 3 log x is 4, dus dan moet ik weten hoe je een 3 log wegwerkt, dus wat de inverse is van een 3 log. Nou, dat is 3 tot de macht, dus dat is eigenlijk gewoon de eerste rekenregel. Dus dan krijg je dat x 3 tot de vierde, ofwel 81 is. Gaan we een stapje moeilijker maken. De 2 log van wortel x plus 1 is 3. Dan begin ik weer met die 2 log weg te werken door 2 tot de macht te doen. Dus dan vind je wortel x plus 1 is 2 tot de derde, dus 8. Dan ga ik de wortel wegwerken, dus kwadrateer ik beide kanten. Dus vind je x plus 1 is 8 kwadraat, dus 64. En als laatste haal je aan beide kanten er 1 vanaf. En dan vind je x is 63. De volgende vergelijking heb ik 2 maal de 7 log van x is de 7 log van 2x plus 3. En nu ga ik de vijfde rekenregel gebruiken. Nou, die vijfde rekenregel die zegt als jij een getal voor de logaritme hebt staan, dan kun je hem ook als een macht erbinnen halen. Dus die 2 keer 7 log x kan ik ook schrijven als 7 log van x tot de tweede. Nou, dan heb ik aan beide kanten een 7 log staan. Dus dan kan beide kanten 7 tot de macht. En dan vind ik x kwadraat is 2x plus 3. En dan heb ik een kwadratische vergelijking. Dus die herleid ik op 0. En in dit geval kan ik hem ontbinden. En dan vind je x min 3 maal x plus 1 is 0. Dus de oplossingen zijn dan x is 3 en x is min 1. In dit geval valt die x min 1 af. Want als je naar de eerste regel weer kijkt, dan heb je 2 keer de 7 log van x. Dus dan moet je de 7 log van min 1 doen. Maar je kan nooit de log van een mingetal doen. Dus vandaar dat hij niet voldoet. Vierde voorbeeldje. 3 log x min 3 log 3 is 3 log 6. En ik ga er even vanuit dat ik dit exact wil oplossen. Als je dit niet exact zou willen doen, dan zou je gewoon 3 log 6 en 3 log 3 op je rekenmachine kunnen intypen. En dan wordt de vergelijking een stuk eenvoudiger. Maar ik ga het nu met de rekenregels doen. Nou, ik gebruik de vierde rekenregel. Die zegt eigenlijk hoe je logaritmes van hetzelfde grondtal van elkaar af kan halen. Dus als ik dat hier doe, dan vind je de 3 log van x gedeeld door 3 is gelijk aan de 3 log van 6. Dan doe ik aan beide kanten 3 tot de macht. Dan vind ik x gedeeld door 3 is 6. En dan doe ik beide kanten keer 3 en dan vind je x is 18. Merk ook op dat je niet in die eerste regel zomaar alle 3 loggen weg mag laten. Dus dat er zou staan x min 3 is 6. Dan had je dus x is 9 als antwoord gekregen. Terwijl het echt x is 18 moet zijn. Dus veel voorkomende fout. Nou, het laatste voorbeeldje, ook meteen de lastigste. 2 keer log x plus 1 is gelijk aan 2 plus log x min 8. Dus merk op, die log, dat betekent een 10 log. Nou, ik ga als eerste die 2 aan de rechterkant ook als een 10 log schrijven. Dus 2 kan ik schrijven als de 10 log van 10 tot de tweede. Want een 10 log en 10 tot de macht heffen elkaar gewoon op. Nou, dan ga ik als volgende stap, ga ik die keer 2 ga ik binnen de logaritme halen, dus als een macht. Dus dan krijg ik de log van x plus 1 in het kwadraat. En aan de andere kant heb ik dus de log van 10 kwadraat, dus log 100, plus de log van x min 8. Dan ga ik de rechterkant korter schrijven, want er staan twee logaritmes hetzelfde grondtal, namelijk 10. En die kun je bij optellen moet je dan de dingen binnen de logaritmes keer elkaar doen. Dus dan vind je log van x plus 1 kwadraat is de log van 100 keer x min 8. Dan doe je aan beide kanten 10 tot de macht. Dus dan ben je die logaritmes kwijt. Dus dan vind je x plus 1 kwadraat is 100 keer x min 8. Nou, dan werk ik de haakjes weg en ik herleid het even op 0. Dan heb je een kwadratische vergelijking x kwadraat min 98x plus 801 is 0. Nou, deze kun je ontbinden. Maar ja, deze ontbinding zie je gewoon niet zo snel. Dus je had ook bijvoorbeeld de ABC-formule kunnen gebruiken of kwadratenspitsen. Maar dan vind je dus uiteindelijk de oplossing x is 9 en x is 89. Zo los je dus logaritmische vergelijkingen op.